Gisteravond is een taxichauffeur om het leven gekomen op de hoek van de Sohavenweg en de Charlesburgweg. De man was bezig een klant te rijden. Op een gegeven moment moest hij richting Noord en hij moest dus links afslaan vanuit de Sohavenweg in de Charlesburgweg. De klant merkte op dat de man ogenschijnlijk de controle over het stuur verloor en over de Charlesburgweg heen kwam hij dan in een schutting op het erf van iemand terecht. Kort daarna bleek dat hij het leven had gelaten. Het vermoeden bestaat dat hij een hartinfarct heeft gehad.